Hoi Tom, hoi Leroy. Hallo. Hoi. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat jij vindt verstaan onder lekker in je vel zitten. Dat je goed voelt. Of je goed voelt of slecht voelt. Geen zorgen voor iets hebben. Heel erg blij en dan denk je dat het gewoon een mooie dag wordt. En als je slecht in je vel zit, dan heb je helemaal geen zin in de dag. En dan wil je liever thuis blijven, in je bed blijven liggen. Als je je lekker voelt, wat is er dan aan de hand? Als je je lekker voelt. Nou, dat je de vorige dag iets heel leuks hebt gedaan en dat je zin hebt in de dag. Of dat je weet dat je vandaag dat je die dag het leukst gaat doen. En wat zijn dan de dingen waar je blij van wordt, die je leuk vindt? Naar het zwembad gaan. Mm-hmm. Verjaardagsfeesten. Een beetje spelen. Gym. Sporten. Naar vrienden toe gaan. Dat soort dingen. Nou, als je in je eentje bent, dan ga je minder vaak naar buiten. Want in je eentje is het buiten veel minder leuk. Je schiet die bal weg. Je moet hem zelf ook weer op gaan halen. Ja. En dat is niet heel leuk. Hoi Romy, hoi Sterre. We hebben elkaar net ontmoet. Ik ben heel nieuwsgierig naar een aantal zaken. Vooral wat jullie verstaan onder lekker in je vel zitten. Vrolijk zijn, denk ik. In het weer werkt dat wel goed bij mij. Gewoon met vrienden zo afspreken. Als ik bijvoorbeeld iets nieuws heb gekocht of zo. Of... Een leuke dag hebt. Ja, gewoon leuk hebt. Een feestje of zo. Dat je het gezellig hebt. Goed gezin, denk ik. Gewoon een goede thuisbasis. Denk ik. Dat je gewoon jezelf kan zijn thuis. Ik vind dat wel heel fijn dat mijn ouders gewoon nog steeds bij elkaar zijn. En broers heb en zo, die allemaal gezond zijn. Iedereen heeft natuurlijk wel eens een rotdag, hè? Mm-hmm. Waar komt dat vaak? Slecht weer is of zo. Eigenlijk dat heeft wel te maken met je stem, vind ik dan. Ja, ik heb altijd, als ik moet al een uur naar school fietsen. En dat ik dan echt door wind en regen en slechte cijfers en weet je wel, zulke dingen. Veel toetsen. Het is niet dat ik echt met tegenzin naar school ga of zo. Nee, precies. Op zich, het is wel gewoon een goede school en ik weet niet. Ik vind het helemaal niet heel erg. Ja, het moet toch. Stel dan dat je nou even een dag de burgemeester bent. Wat zou je graag voor jullie groep, hè, voor de jongeren... Wat zou je graag anders willen zien? Nou, misschien iets meer voor onze leeftijd. Het is eigenlijk niet heel veel hier zo voor onze leeftijd. Ja, je hebt wel jeugdhok en zo. Maar verder niet echt. Nee, ik weet eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk allemaal wat chill hier in Dalsen. Ja. Maar ik zou het wel leuk vinden dat er leuke winkels komen in Dalsen. Gewoon leuke kledingwinkels en zo.